Hallo, mijn naam is Joost van Yften en vandaag gaan we iets maken met bananenschil die perfect is ofwel tegen een kater ofwel tegen depressie en waar je kwijtnieuw content voor wordt. Allemaal met bananenschil, man. De meeste mensen gooien dat direct in de vuilbak. Dat is het stomste idee ooit. Ten eerste, mijn bananen kunnen, als je dat 's morgens mee heeft aan het vrouwtje in haar boterhamdoosje, als die al een boterhamdoosje nodig heeft en jij bent een sloef, dan kun je daar een leuke boodschap in krassen. Bijvoorbeeld, je krast daarin love of I love you en na een paar uur slaat dat zo wat bruin uit. Hé, voilà, dat vind ik al plezant. Hè? Dus dat is al een goed begin. Daarnaast, wat kunnen we nog doen? Je kunt die schil gebruiken om bijvoorbeeld als je een kippenfilet bakt, dat erover te leggen. Dan blijft die kipfilet mooi sappig. Kipfilet heeft de neiging van rap uit te drogen. Bananenschil erover, perfect. Daarna je bananenschil even aanbakken, perfect voor op te eten. Wat blijft? Jazeker, je mag dat opeten. Een ander voordeel. Bananenschil zit vol met... wat was die weer? Serotonine. En tryptofaan. Ja, voilà, dat heb ik helemaal van buiten geleerd, zie je wel. En serotonine en tryptofaan. En kijk, ten eerste, die bananenschil aan de binnenkant is heel goed voor je tandjes wit te houden. Je kunt daar je schoenen mee blinken. Je kunt daar zilver mee poetsen. Maar je kunt ook je schil gewoon in blokjes snijden. In kleine blokjes. En het is allemaal die energie hierin zit die we gaan gebruiken voor een theetje. Het is echt waar. Die serotonine... En in tryptofaan, hè, dat is spul die je nodig hebt, dat is ideaal tegen depressie. Dat zit hier, dat is voor je hypofyse, daar word je vrolijk van. Zie je? Het werkt al, hè? Dus we gaan er eigenlijk gewoon een beetje warm water op doen. En we gaan er een theetje van maken, we gaan er een lepelje honing bij doen. En laat dat maar even op zijn gemak doen. Je ziet, ik heb hier nog een glaasje. Veel mensen, voor een shake te maken, smijten de schil weg. Je moet dat niet doen. Dat is eigenlijk ideaal voor een kater. Ook weer door die stoffen die erin zitten. Ideaal. Dus je zwiert dat mee pal en al in je shaker. Je doet daar een beetje melk bij. Je zou er nu nog kunnen een bolletje crème bij doen als je dat per se wilt. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan daar gewoon een zakje vanillesuiker bij doen. Mag ook gewone suiker zijn of vanillesuiker. Of suiker waar je van eerst ook ingesmeten hebt. Allemaal goed. Laat u gaan. En dat... Gaan we een keer even. Voilà, zeg. Weet je, dat is ideaal tegen een kater. Hè? Dat is echt fantastisch spul. Je mag het niet lang laten staan, want dan wordt het bruin. Het wordt zo'n bruin sopje. Hè? Maar kijk, hoplakee. Ik zelf heb weinig ervaring met katers. Maar ik ben er zeker van dat iemand van jullie dat wel heeft. Gezondheid.